vuistplak in. Meneer Wilders, mevrouw Hamer, als ik nog even terug mag komen. Die zei net, er zijn 60.000 banen bijgekomen. 80.000. 80.000, kijk eens aan. Tegelijkertijd zijn er vorig jaar in één jaar tijd 140.000 immigranten bijgekomen. En 19.000 asielzoekers. En die kosten een hele hoop geld, mevrouw Hamer. U bent, de Partij van de Arbeid, is er verantwoordelijk voor dat die grenzen wagenwijd zijn opengezet. Dus doe mij nou een plezier en zeg nou dat u met de Partij voor de Vrijheid die grenzen daarvoor gaat sluiten. En dat we dat geld besteden om de AOW te handhaven op 65 jaar. Korte reactie, mevrouw Hamer. Nou, kijk, de heer Wilders weet wel goed dat ik voor een andere wereld sta dan hij. Want hij wil de grenzen dicht doen. Het zijn alle problemen opgelost. We zitten in een internationale crisis. Die speelt in alle landen. Die is echt niet veroorzaakt door de immigratie. En ik vind het prima om te kijken wat het kost. Maar daar gaat het niet over. Wat ik jammer vind, is dat we de burgers niet meenemen naar welk Nederland we toe willen. Naar een Nederland waar het slimmer is, waar het schoner is, waar het socialer is. Daar zou het over moeten gaan. Niet alleen maar over dat proces gepraat over of een kabinet wat doen. Wat willen we nou precies met de toekomst van ons land? Wat gaan we doen om de mensen aan het werk te houden? Wat gaan die we doen? Die antwoorden hadden mensen vandaag van de koningin willen horen. En die hebben ze niet gekregen, omdat u het heeft gedelegeerd aan 20 ambtelijke Dat hebben ze gehoord. Er worden scholen bijgebouwd. Er wordt geïnvesteerd in onderwijs. Ik hoor iedereen gisteravond van u praten. Dat is niet waar. De netto-begroting van onderwijs die gaat zelfs iets omhoog. Het is niet goed, of het deugt niet, mevrouw Koons. Er wordt bezuinigd op het onderwijs, er wordt bezuinigd op de politie en er wordt bezuinigd op de zorg. En het zijn de mensen die daar gebruik van maken, de gewone mensen die de rekening van deze crisis betalen. Weet u, ik ga u een voorstel doen. Weet u wie hier buiten schot blijven? De veroorzakers van de crisis. De bankiers met hun bonus en de banken. Laten we een bankenheffing gaan invoeren. Dat als zij weer winsten gaan maken, dat ze een bijdrage leveren aan de maatschappelijke schade die ze mede hebben veroorzaakt. Laten we in ieder geval zorgen. Laten we in ieder geval zorgen dat de banken beginnen met de kredieten goed te verschaffen. Want dan kan die economie draaien. En dan kunnen we eens kijken wat die voorstel inhoudt. Ja, meneer Wilders, u bent tegenwoordig zo links. Zou u het redelijk vinden om die banken maar eens extra aan te pakken? De vervuiler betaalt, om het maar zo weet te zeggen. Ik ben niet voor extra belastingen. Ik ben tegen eigenlijk iedere belasting. Ik ben ook niet voor een heffing. Maar dat de bankiers, en ik geloof dat ze daar in België ook mee bezig zijn, dat er een soort premie wordt betaald om in het vervolg niet alleen naar de overheid te kijken, maar ook hun eigen boontjes te kunnen doppen als het moeilijk wordt. Als het die vorm krijgt, dus niet in een belasting, maar in een premie voor slechtere tijden, zodat niet de belastingbetaler het moet doen, dan is dat een heel goed idee. Ja, en nou u toch zo links bezig bent, even om het af te vinken, bent u ook voor een hoger tarief voor de topinkomens? Geen sprake van. En wij zijn ook niet voor het rommelen en ook maar 1 cent aan de hypotheekrenteaftrek. Dus die meerderheid die soms leek ontstaan, is bij deze verdwenen. Zo links was hij toch nog niet. Nee, precies. Maar wat niet is, kan nog komen. Is dat de conclusie? Kijk ik even naar die kant. Dat u deze dagen eigenlijk toch met de oppositie zo verdeeld bent dat er geen zaken te doen zijn. Ik hoor dat vaker zeggen. Maar in Nederland wordt een kabinet gevormd uit partijen die elkaar vinden. En die maken een regeerakkoord. Dan is het toch niet zo dat daarmee de oppositie die niet in het kabinet zit het ook met elkaar eens zou zijn? Dat is nog nooit geweest. Zij moeten met elkaar eens zijn, zij moeten regeren. Precies. Wij moeten vanuit onze politieke overtuigingen daar alternatieven tegenover stellen. En als ze onverwacht met goede ideeën komen, ze natuurlijk ook steunen. Zo hoort het te werken. Maar ik vind het altijd een rare discussie dat de oppositie in Nederland op één lijn zou moeten zitten. Dat werkt in Nederland nooit zo. Volgens mij is de wens van elk Kamerlid, tenminste, ik heb oppositie en coalitie gezeten, de wens is dat je eigen voorstellen het halen. Ja, soms en het is toch handig als je daar meerderheden voor hebt. Als wij u uitnodigen om die met u ons te maken. Ik heb mevrouw Kant een paar keer gesteund. Vervolgens gebeurt er ook weer niets. Dan blijft het in vaagheden hangen. Ja. Dus wij nodigen u uit. U komt er samen. Ik heb gisteravond met veel interesse zitten kijken. We zien één ding. Onderwijs. Nou, u bent de eerste in mij en in de heer Slob en de heer Van Geel die daar ook wat aan wil doen. Daar kunnen we in ieder geval morgen iets voor doen. Maar voor de rest komt u met niks. Ik kom met het voorstel van de bankenheffing. Als wij daar deze week steun voor kunnen krijgen. Laten we eerst zorgen dat die banken hun kredieten verstrekken. Want dat is waar die banken voor zijn. Maar daarna, ik wacht uw voorstel met belangstelling af te doen. We gaan een beetje af. Wat zie ik hier de heer Van Geel toch een beetje onrustig schuifelen? Als u zo naar de SP aan het bent? Nee, want als ik zelf aangeef dat in het hele proces van
heroverweging voor de komende jaren bij ons geen enkel taboe rust, omdat we onderzoeken wat de consequenties daarvan zijn. Dan zou het nu heel bijzonder zijn als ik elk voorstel wat komt van de oppositie niet welwillend is bekijken wat daarin komt. Ik wil die openheid en transparantie hebben, omdat de problemen zo groot zijn. En dat is wat mij teleurstelt, dat het eerste beste maatregel die pijn doet, dat er voor weggelopen wordt. Nou, wij niet. Ik heb een voorstel. Wij gaan afronden. Nou, ik heb één voorstel. Dat is het voorstel. Mag ik nog één voorstel doen? Als het heel kort kan. Het is heel kort. Wij zijn volgens mij alle drie daar het ook over eens. Ga naar huis, nieuwe verkiezingen. Ja, dan lost het land. Dan schieten wij in het land helemaal niets op. We hebben het vertrouwen gekregen van die burgers om moeilijke problemen op te lossen. En wij lopen niet weg voor problemen zoals u doet. Wij lossen ze op. Nou, mevrouw Hamer, meneer Slob, u mag het laatste. U houdt ook niet van nieuwe verkiezingen. Nee, maar het zou heel raar zijn. We zitten midden in een crisis. Ik denk dat het heel slecht zou zijn als er nu nog eens een keer een verkiezingscampagne gevoerd moet worden. Hoe graag u dat misschien wil. Wat we nu moeten doen is met elkaar proberen die crisis te bestrijden en te zorgen dat we in de toekomst de goede dingen doen. En daar is dit kabinet mee bezig. Laten we dat met elkaar ondersteunen. En heel misschien, meneer Wilders, steunt u dat ook nog wel een beetje. Nou, dat zullen we u niet hopen. Het harmoniemodel grijpt om zich heen de tijd om deze discussie af te ronden. U heeft nog de komende twee dagen, woensdag en donderdag, om het in de Kamer echt met elkaar aan de stok te krijgen. Of in ieder geval discussie te voeren. Ik dank u zeer voor dit moment. Ferry Mingelen. Ja. Dankjewel, Ferry. Ferry Mingelen leidde het slotdebat. En zoals Ferry al zei, die debatten gaan hier nog wel even door in Den Haag. Want morgen begint het belangrijkste politieke debat van het jaar. De algemene politieke beschouwingen. En ook die zendt de NOS rechtstreeks uit op Nederland 1. Morgenochtend begint dat om 10:15. Als u nog wat wilt nalezen over de plannen van het kabinet en vooral ook als u wilt reageren op de plannen van het kabinet, dan kunt u terecht op onze website www.nos.nl. Tot zover deze NOS Prinsjesdag uitzending. Zometeen om 6:50 op Nederland 2 nog de samenvatting van de rijtour met de Gouden Koets. Maar eerst nu nog eventjes de mooiste beelden van vanmiddag. Van de Staten-Generaal. Leve de koningin!